Wat een heerlijke dag vandaag zeg. Echt lekker zonnetje, wolkjes. Ik heb gekeken, we krijgen vandaag geen regen, want de vorige keer toen ik er was, toen liep het allemaal een beetje anders. Toen stond ik in één keer in een regenbui. Weet je nu misschien nog wel. Maar vandaag gaat het echt niet gebeuren. Ik heb echt een voorgevoel dat dit echt een super mooie zonsondergang gaat worden. Dat moet gewoon ook, want ik wil gewoon weer een mooie foto maken vandaag. Even een klein stukje lopen naar de plek waar ik wil gaan fotograferen. Het is dezelfde plek als vorige keer, waar die paaltjes zeg maar boven het water uitsteken. Ik denk dat we daar vanavond wel een mooie foto kunnen gaan maken. Hoop ik tenminste wel. Maar het is warm, ik doe eerst even mijn jas uit. Zo, we zijn er bijna. Alleen wat ik eerder zei van die wolkjes. Ja, er hangen nog wel wolkjes, maar dat trekt nu wel een beetje weg. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, we zullen zien. De plek is in elk geval mooi vrij. Dus ik kan in ieder geval op de plek waar ik heen wil mooi een foto maken. Ik zie vanaf hier dat het. Ja, er liggen in ieder geval geen boten. Geen rare dingen in het water. Achterin een beetje. Ja, waterlelies denk ik dat zijn. Ja, waterlelies. Maar verder, ja, prima om daar zo een foto te maken. Dus we gaan even kijken. Ik hoop dat de wolkjes nog een beetje blijven hangen. En dat we dan toch nog die mooie zonsondergang gaan krijgen die ik jullie een beetje beloofd heb. Dan wil je natuurlijk allemaal je boos aan mij. Dat moet ik ook niet hebben. Goed, ik ga even binnen bijna. Ik ga even mijn camera neerzetten. Waar de zon precies onder gaat. Als ik zo op de app kijk, de Sun Sophia app gebruik ik. Mocht je die niet kennen, dan kun je gewoon gratis downloaden. Ik zal even een linkje plaatsen in de beschrijving. Met die app kun je precies zien ja, waar de zon eigenlijk zich bevindt de hele dag. Dus zeer handig bij zonsopkomst en zonsondergang natuurlijk. Ja, zoals ik nu zie, als ik hier recht naar beneden ga, komt hij precies voor mij, gaat hij dan onder. Moet ik even kijken qua compositie of dat mooi is. Dus echt in het midden. We hebben of wat meer naar links of naar rechts. Zo, nog even chillen. Beetje water erbij. Klein half uurtje gaat de zon onder. Ik zit gezellig tussen mijn vrienden, de muggen. Oh, zo heel klein die beesten. Dat is één nadeel van de zomer, die muggen. Echt. Ik moet weer een flinke date gaan inslaan, heb ik alweer door. Maar goed, camera staat. Ik heb weer een mooie waterpas gezet. Voor de verandering is een keer een hardgrat. Omdat je hier heel mooi de horizon kan afsnijden. Dus ik heb een hardgrat filter ervoor gezet. Softgrat zou ook kunnen, maar ja, de palen die blijven eigenlijk mooi onder de horizon. Dus eigenlijk ja, heb je een redelijk strakke horizon. Je hebt wel wat bomen, maar als je dat ja, een beetje met een hard filter moet dat gewoon volgens mij gewoon goed komen. Ik heb mijn statief toch wat hoger gezet, zoals je hier kan zien. In eerste instantie wou ik hem een beetje op ooghoogte hebben zoals ik nu zit. Dat ik precies over de palen heen kijk. Dat was ook eerder al mijn idee in de vorige vlog over deze locatie. Alleen nu ik hier zo ben, zie ik toch als ik mijn kamer hoger zet dat je een mooie weerspiegeling krijgt op het water. Want als je krijgt de wateroppervlak krijg je beter in beeld. Dat je kamer natuurlijk hoger staat. Als ik hem lager zet dan
valt toch een beetje weg, heb ik het idee. Maar ik kan hem aanpassen. Als ik deze losdraai, dan laat ik hem zo naar beneden zakken. En dan staat hij toch weer op ooghoogte. Dus dan kan ik het alsnog doen. Maar voor mijn gevoel is dit toch de beste manier om iets hoger te zetten. Qua compositie heb ik hem ook zo neergezet dat de zon zo tussen de palen straks ondergaat. Dat leek mij het beste. Of het mooiste moet ik eigenlijk zeggen. Dus compositie is natuurlijk altijd een beetje persoonlijk. Ik heb nog gekeken om een beetje meer naar links te gaan, zodat de zon net buiten de palen ondergaat, zodat je de zon meer links in je compositie krijgt. Alleen ik had zoiets van, ik weet niet, ik vond dit gewoon mooier eigenlijk. Dus dit gaan we proberen, dit gaan we doen. Het is nu even wachten tot de zon ondergaat, dus nog even een slokje water. Het begint al een beetje te kleuren in de lucht. Dus, het ziet er goed uit. Ik heb al een paar shots gemaakt die aardig zijn. Niet super mooi, maar aardig. De zon zit een beetje achter de sluierbewolking, waardoor die al een beetje kleurt, zeg maar. Dus dat krijg je al wat een beetje oranje, rood. Ziet er al wel leuk uit. Moet ik zeggen, het is best wel oké. Het zijn wel leuke platen al. Het licht reflecteert al mooi op het water. Het is wel gaaf. Ja, wat wel leuk. Ik zal je snel even laten zien. Wacht. Kijk. Dat is wel leuk, hè? Kijk, dit is wat meer close-up. Hier wat verder meer groothoek. Die was in het begin. Ik moet zeggen, die waterlelies kwamen ook best leuk uit op de foto. Je krijgt net een beetje een soort spikkels op de achtergrond. Wauw. Kan wel eens dat dit het moment is. Het mooiste moment zelfs van de avond. Qua licht, want de zon die gaat nu achter de bewolking. En dus het licht gaat dan weg. Dan hoop ik dat de lucht natuurlijk nog gaat kleuren. Maar ik denk dat dit... het wel een beetje is al. Oh, voor mij een vlieg op me. Zit een vlieg op mijn camera. Ga weg. Sorry, het is misschien een beetje rommelige beelden nu. En die vliegen en... Oké. Ik ga eens even wat in de groep gooien. Ik, in deze compositie, die jullie nu al gezien hebben, stel ik scherp op de palen. Omdat ik denk, en eigenlijk wel zeker weet, eigenlijk dat je als je op de palen scherp stelt, dat je gewoon, heb je een mooie palen scherp, alles wat erachter is scherp, een stukje nog van je voorgrond... is prima. Ik snij altijd nog ietsjes van de onderkant van de foto af in dit soort situaties. Voor mijn gevoel heb ik dan gewoon mooi alles scherp. En als ik hyperfocale afstand zou gaan berekenen, dan zou ik eigenlijk hiervoor in het water moeten gaan scherpstellen. Dus ik ben wel benieuwd als er iemand zegt van ja, dat is eigenlijk de juiste manier. Alleen ja, omdat ik niet echt voorgrond heb, voor mijn gevoel. Ik fotografeer gewoon een stuk water. Is die, dat het misschien iets minder scherp is, volgens mij niet echt... relevant. Maar misschien zien jullie dat anders. Daar ben ik wel benieuwd naar. Als iemand zegt van ja, je moet wel hier in het water scherp stellen. Want dan heb je echt perfect scherp gesteld. Voor mijn gevoel in dit soort situaties. Als er iets op de voorgrond ligt, zou ik ook meer op de voorgrond gaan scherp stellen natuurlijk. Maar in dit geval, palen staan een beetje halverwege de foto. Als je daarop scherp stelt, is het naar mijn idee gewoon prima. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Dus laat het hieronder weten. En misschien leer ik nog eens wat van jullie. Dus... ik ben benieuwd. Zo, de zon is onder. Het is inmiddels flink aan het afkoelen, dus ik heb mijn jas alweer aangedaan. Het was op zich wel leuk. De zon, vlak voordat hij onderging, had hij wat mooie reflecties op het water. Dat
Ja, dat kleurde eigenlijk wel een beetje roze en goudkleurige kleurtjes had je eigenlijk op dat moment. Dus daar heb ik denk ik wel een paar leuke shots van kunnen maken. Er blijft denk ik één of twee over die ik aan jullie kan laten zien. Uiteindelijk heb ik toch voor gekozen om het statief hoog te houden. Ik had toch het idee dat dat het beste werkte met de reflecties op het water. En ja, na zonsondergang was het eigenlijk heel snel gebeurd. Voor mij zei ik het ook wel tijdens het fotograferen. Het was gelijk, de zon was onder en het was ook gelijk weg. De kleuren waren weg. Dus ik heb toen ook geen foto meer gemaakt. Maar was wel weer leuk. De vlog is bijna ten einde. Wat misschien nog even leuk is te vertellen van deze locatie, dat ik toen ik hier de allereerste keer kwam, heb ik hier een foto gemaakt en die heb ik op Flickr gezet. De social media sharing, foto sharing website, kennen jullie vast wel. Die foto, vandaag werd ik wakker en ik weet niet hoeveel e-mails van likes en berichtjes van mensen die het helemaal geweldig vonden. Ja, uiteindelijk had ik iets van 23.000 views op die foto. En ik zat laatst die foto nog eens terug te kijken en dacht, wat een verschrikkelijke foto. Echt super onscherp, gewoon niet mooi. Echt heel bijzonder, dus het ging om deze foto. Nou, jullie kunnen zelf zien, het is niet scherp. Wel leuke reflecties misschien in het water, maar... En ik denk van, hoe kan het toch dat zoveel mensen dat dan leuk vinden en gaan liken? Terwijl het eigenlijk gewoon niet eens een goede foto is. Soms snap ik gewoon niks van social media, maar goed. Anyway, ik vind in ieder geval super dat jullie wel weer gekeken hebben naar mijn vlog. Ik ben benieuwd wat jullie van de foto's vinden. Laat hieronder even weten. Ik ga niet smeken om duimpjes omhoog, want dan moet jullie me wel of niet. Als je het leuk vindt, dan doe je me omhoog en anders me niet. Voor nu, dankjewel en tot de volgende vlog. Hoi!